Na heel veel jaren werd tijdens de Visserijdagen 2016 weer een wielerronde in Harlingen gereden. Het comité Visserijdagen wil meer sport brengen in het Harlingerfeest. Op de vrijdagavond was bijna de totale binnenstad afgezet als wielerparcours. De Voorstraat, Zuiderhaven, Brouwerstraat en Simonstijlstraat vormden het wedstrijdterrein. Er werd verschrikkelijk hard gefietst en dat trok duizenden belangstellenden naar de Harlinger binnenstad. Een evenement dat zeker herhaling verdient. Wij doen verslag. Thank you.
Ik moet weer elke keer wat ik jullie beter informeren. Want hier is het voor elkaar bij BB voor van Gouden. Oh, is het wijd omgevallen? Waar snel als verkeer zijn, waar ze het gebied het oversteken. Bedankt voor de medewerking. Wat ging het hard? Wat hebben wij als Harringers genoten van deze wielerkoers? En ik zou het comité fietsenrijdagen willen vragen. Hou dit in traditie. Dit moeten we zo vol te houden. Wat hebben we ervan genoten? Heel mooi. En wat hebben de renners ervoor gestreden? Een geweldige avond. En dan het eindklassement. Op de derde plaats is geëindigd vanavond hier in Harringen. Cor Visser met rugnummer 44. Derde. Thank you.
goed. Wat is dit? En dan de renner die op de tweede plaats vanavond is geëindigd. Dat is Rutger Meer met rug nummer 62. Applaus! En dan de man met het schitterende eind, schot in zijn benen. Nummer 1 vanavond in Hallingen op het prachtige parcours. Jan Terpstra met rug nummer 41. Fantastisch! Applaus! Dames en heren, een heel groot applaus voor onze winnaars voor de eerste het Harlingse Visserijdagen Criterium 2016. En ik wil ook nog heel graag even een applausje hebben voor het organisatiecomité Wielenvereniging Ouwersteun en WV Snits.